Nou Hans, we staan hier in Huize Katwijk. De stichting Vrienden van Katwijk die hebben ook ieder jaar met de kermis een activiteitendag. Kan je eens even uitleggen voor de mensen die het niet kennen wat het is? Nou, wij organiseren nu voor het vijfde jaar, dus het is eigenlijk een dubbel lustrum, want wij zelf bestaan 10 jaar. De kermis hier op Katwijk. En daar hebben wij 5 jaar geleden is dat eigenlijk ontstaan, omdat we de mensen kunnen niet meer zelf. Er zijn onvoldoende vrijwilligers om naar de kermis te gaan. De mensen zijn allemaal heel veel dementerend, dus die kunnen niet tegen die prikkels. Dus wij hebben de kermis hier naartoe gehaald. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een flinke festijn. En dat proberen we ieder jaar wat groter te maken en wat mooier. We hebben nu vandaag de hele dag een huifkar lopen, waar ook gewoon de rolstoelers in kan. Die gaat langs de kermis, dus de mensen krijgen wij van de kermis mee. En ze kunnen een hapje, een drankje, om 5 uur krijgen ze een frietbuffet. Daar wordt allemaal voor gezorgd. Dus echte kermissfeer. Leuke kermis is er. En hoe wordt er door de bewoners op gereageerd? Nou, het is echt een happening, zoals je misschien net wel gezien hebt of nog even kunt gaan kijken. Het is, ze vinden het geweldig om te doen, vooral de ballonnen en de suikerspin en de popcorn en de spellen van vroeger, de oud-Hollandse spelen. Ja, dat is wel een teken van herkenbaar. En je ziet de mensen gewoon stralen in de stoel. Dat vind ik geweldig. Dat was heel ik mooi. Heb nog nooit zoiets gezien. Want gaat elk jaar, weet je wel, komen ze terug, dat weet je wel, hè? Ja. Maar die is hier best mooi, zit goed in elkaar. En dat doen wij uit, en dan gaan wij gewoon zitten. En dan zien we de DTV en ze praten zijn best. Ja. Hele leuke middag. Dat zal wel. Maar wij waren met de kinderen, hè? De kindjes zijn wij er naartoe gegaan. Ja, dan zijn we naar de kermis geweest, maar dat was zondag. Naar de kermis geweest. Ja, en toen waren ze nog thuis. Maar nou hebben we hier een mooie dag. Maar nu moeten ze naar school. Een hele mooie dag. En dat is jammer. Ja. Hey, en je hebt het over Stichting Vrienden van Katwijk. Organiseren jullie nog meer dingen? Ja hoor, we doen ieder jaar hebben we een hele grote bingo waar iedereen uitgenodigd is met prachtige prijzen. We doen ieder jaar verzorgen wij het Sinterklaasfeest. Laten we Sinterklaas komen met 6 zwarte pieten, een stukje muziek, iets lekkers bij de koffie en allemaal een cadeautje mee naar huis. We hebben ieder jaar in maart meestal nog een feestmiddag. Ja, we hebben eigenlijk zoveel vaste dingen dat we eigenlijk altijd wel bezig zijn. Ja. Nou ja, kortom, een hele mooie dag hier voor de ouderen in Huize Katwijk. En ik wens jullie in ieder geval nog veel plezier vandaag en veel succes voor het rest van het jaar. Ja hoor, gaan we doen. Geweldig. Dankjewel. Nou, vandaag gaan we weer even een paar mensen in het zonnetje zetten. Maar voordat ik dat doe, wil ik heel eventjes terugkoppelen aan de dag dat ik de schoonmakers in het zonnetje zette. Iemand maakte wellicht een terechte opmerking waarom zij geen tas met allerlei vitamine kregen. Nou Patrick, ik ga in ieder geval zorgen dat zij in ieder geval ook zo'n tas krijgen. Maar vandaag gaan we even de dames en heren van het toilet in het zonnetje zetten. Want ga er maar aan staan om iedereen die hier aan de kermis rondloopt, om ze te voorzien van een schoon toilet. Dus we gaan eens even naar ze toe. Ik kom jullie eventjes lastigvallen. Niet weglopen, hè? Niet weglopen. Ik heb een verrassing voor jou. Wil ik je dat dan wel? Ik heb hier een tas met allerlei lekkere vitamines om de dag door te komen. Om jullie even in het zonnetje te zetten voor het harde werk hier tijdens de kermis. Dus deze is in ieder geval voor jou, alsjeblieft. Voor dankjewel. Jou en je collega's. Dankjewel dan. Hoe is het nou hier om de hele dag al die mensen langs te krijgen? Hartstikke leuk. Ja? Ja. Daar raak ik serieus de mening kijk. Zijn de mensen ook allemaal even vrolijk? Ja, allemaal. Ja? Ja. Allemaal enthousiast. Allemaal even netjes. Gelukkig. Ja. En vertellen ze jou ook nog leuke verhalen? Van alles. Noem er eens een. Nee, ik kan niet alles zeggen wat ze hier vertellen. Nee, precies. Maar iets minder ergs. Een leuke anekdote? Een leuke anekdote? Nee, eigenlijk zo. Nee. En wat maakt voor jou nou de kermis heel erg leuk? De toiletten doen. Ja. Ga je zelf de kermis niet overheen? Jawel, even een keertje. Net een beetje de draaimolen in en zo? Alleen maar kijken. Alleen maar kijken. Alleen maar kijken? Ja, ik ga er niet in, want we worden hartstikke ziek. En hoeveel mensen staan je nou hier zo de hele week? Ik eigenlijk alleen. En van hoe laat tot te laat ben je dan hier? Van tot open gaat en dan weer dicht. Dat pittige dagen dan toch? Ja. Maar ja, je staat hier nog steeds met een stralende lach. Dus ja, volgens mij heb ik het gewoon helemaal naar uw zin. Ik vind het geweldig om te doen. Ja. Al zou ik hem niet stoppen. Nee, precies. Dat zeg ik heel eerlijk. En de mensen zijn blij met mij. En daar gaat het om, hè? Ja, ook daar. Ik zou zeggen, geniet er vandaag nog even van en morgen de laatste dag. Het is weer afkicken, donderdag. Ja. Op naar het volgende evenement dan, hè? Ja, afwachten. Dankjewel. En hartstikke bedankt.